Vrienden, waar hebben we mee te maken bij de boerzoekvrouw? Ja, met het vervelende vrouwtje. Ja, ja. Kijk eens bijvoorbeeld naar die Jan de Snuiver. Jan de Snuiver, die is dus helemaal blij en helemaal in de bonen. En als je goed naar hem luistert, ja, dan zou die morgen, pak je een bruidsboeket en dan gooit je dat zo naar die bruidclub toe. En dan parkeert hij haar op zijn boerderij. Dat zou hij het liefste doen. Maar, en daar komt het vervelende vrouwtje, dan zegt ineens de bruidclub, ja, ik weet het niet hoor, of ik er al klaar voor ben. En jij wil misschien wel zo hard, maar poep, en dan gaat de bruidclub vol aan de handrem hangen. En ja hoor, daar zijn we dan. Ineens zit die arme snuiver opgezadeld met een handremmende bruidclub. Het volgende vervelende vrouwtje, ja, daar heeft dubbelzinnig mee te maken. Maar dat had ik al gezegd. Die artistiek, ach, die is me ook, jongen, ook vervelend met een hoofdletter ook. Want die zit dan de hele tijd maar in die armen dubbelzinnig. Ja, maar ik voel ze wel voor je en dit en dat. Hé, gaat echt niet gebeuren. En zij maar van, ja, stapje voor stapje. Hé, dat gaat dus niks worden. Ja, die arme boeren, die zitten allemaal met vervelende vrouwtjes. Want de volgende is Witlof. Ja, Witlof. Ook helemaal happy. Ook helemaal holadio. En wat zegt vrouw Angie? Die zegt, nou, dan weet ik niet hoor, of ik helemaal naar Zeeland kom. Nee, ik blijf lekker in Frankfurt zitten. Ja, en daar zit Witlofje. Met zo'n zanik en de dame. Nou ja zeg, wat een gedoe allemaal. Dan komen we natuurlijk bij onze held, Onverstaanbaar. Wat een klojo is dat zeg. Die Onverstaanbaar, alsjeblieft. Het enige woord wat we van hem hebben verstaan is non de pinnikus. Dat is het enige woord wat we van hem kennen. Die Onverstaanbaar, die wilde gewoon vanaf het begin, wilde die wat hebben met Skelet. Maar Skelet had geen trek in Onverstaanbaar. En daarom bleef hij over met die Angela met Dikkertje Dap. Maar Onverstaanbaar had natuurlijk helemaal geen trek. En dat weten wij al een hele tijd. In Dikkertje Dap. Ja, maar toch. En daarom, als hij een beetje flink was geweest, als hij een beetje karakter had gehad, deze gozer, dan was hij niet meegegaan op die citytrip. Onverstaanbaar. Nee, dan had je gewoon lekker thuis gebleven. Want je had het toch al helemaal gehad met Dikkertje Dap. Nou, en tegen Dikkertje Dap wil ik alleen nog maar zeggen, Dikkertje Dap, steek de vlag uit thuis. Ren 7 rondjes om je huis heen. En steek je armen in de lucht. En wees dolblij dat je van Onverstaanbaar af bent. Ja, vrienden, en dan komen we natuurlijk bij het hoofdstuk Frigide. Nou, dat, wat dat allemaal is, die krijgt dus zomaar op een presenteerblaadje, komt de titi van Assen komt aan, bijgenaamd Bram. Nou, en Bram is 23, ziet er geweldig uit, leuke gozer, fris, vrolijk en fruitig. En elke vrouw zou denken, wow, maar dat is even leuk. Nee hoor, niet bij Frigide. Nee, Frigide heeft zoiets van, wat weet ik veel, ik weet het ook niet. Ja, en Frigide gaat zich van alles ineens weer afvragen, Frigide. Frigide zegt dan van, ja, ik weet niet of ik mezelf wel zo leuk vind. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk vind jij jezelf niet leuk, Frigide. En dan had ze nog een andere vraag. En dat was dan van, ik weet niet of ik er klaar voor ben. Nee, natuurlijk niet, Frigide. Natuurlijk ben je er niet klaar voor. Nee, en weet je wat jij moet doen, Frigide? Jij moet heel snel terug in je koelkast. En tegen alle mannen in Nederland zou ik zeggen, blijf kilometers uit de buurt van die boerderij.